hier Marit weer. Nou, de donkere dagen komen er weer aan. Dus je wil het weer lekker gezellig maken in huis. En boel een beetje opruimen. De zolder, de garage en natuurlijk ook weer de kledingkasten. Hallo allemaal, hier Bouke weer. En nu de zomer voorbij is, is het ook tijd om je klerenkast en je zomerse kleren weer op te ruimen. Ik zit hier bij een doos met allemaal stekkers, allemaal opladers, oude telefoons. Ik denk dat iedereen thuis wel zo'n doos heeft. Wat heel belangrijk hierbij is, is dat alles wat een stekker heeft, alles met batterijen, dat lever je apart in. Dat is veel beter voor het milieu en ook veel veiliger. Nou, door dit allemaal apart in te leveren, wordt het gewoon goed gerecycled. En dat kan echt super makkelijk. Dus bij mij is het gewoon, bij de lokale supermarkt heb je gewoon een inleverpunt. En ook zelfs de lampenfittingen kunnen daarheen gebracht worden. Ook speelgoed wat je nog her kunt gebruiken met elektrische of batterijen, zoals deze kapotte auto, die lever je apart in. Nou, ik woon net in dit huis, dus wij hebben nog een heel schoon en netjes huis. Behalve mijn eigen kledingkast. Dus ik ben nu eigenlijk al de kleding die ik gewoon niet meer draag. Dat ga ik eventjes in een tas doen. Die breng ik dan naar mijn moeder. En als mijn moeder er iets leuks tussen ziet, dan kan ze het eruit halen. En niet, dan brengt zij het vervolgens naar het leger des Heils. Dan gaat het in ieder geval niet verloren. Ik sta hier bij mijn kledingkast. Ik vind het altijd fijn om één keer per jaar die goed uit te ruimen. En heb je nou kleding die je niet meer gebruikt, breng die dan naar de kringloop of naar een textielcontainer in de buurt. Let wel op, doe textiel altijd in een plastic tas, zoals deze. Dan wordt het niet vies en niet nat en dan kan het ook echt worden gerecycled. Erg fijn, het hele huis is weer opgeruimd. Wat doe jij om beter te scheiden en minder afval te krijgen? Kijk op scheidadvies.nl voor nog veel meer tips.